hoofdbrandweerwacht Dwight Gentle, die in het afgelopen weekend door de politie als lockdown-overtreder is opgebracht en daarna hardhandig zou zijn aangepakt, wil zuivering van zijn naam. Tegenover onze nieuwsredactie geeft hij aan dat het gebeuren zijn naam schaadt. Ook zegt hij dat hij constant netjes zou hebben gesproken met de politieagent in kwestie. Na het gebeuren zijn er diverse nieuwsberichten over dit gebeuren gepubliceerd, die volgens Gentle niet geheel op waarheid berusten en een eenzijdig verhaal vertellen. Een zwangere dame wilde een vraag stellen en een agent kwam heel agressief op de. Hij zei van, commandant, die dame heeft geen verwachting. Dan vraagt hij me, Juna Takman. Ik heb een stap naar achteren gemaakt, ik heb mijn gezicht getrokken, want ik kwam met de vinger in mijn gezicht. Ik heb mijn gezicht getrokken, ik maak een stap naar achteren en ik zet mijn handen in een boeistand. Mijn beide handen op mijn rug. Die man komt, hij neemt me aan mijn rechterschouder en neemt me mee. Ik ga gebeuren met die man mee. We zijn nog in de lobby dus. Voor ik naar buiten stap voor de deur, zegt hij die andere ook collega's, laat die man in de boeien. Ik zeg die man nog, collega, ik ben ambtenaar, gaat u zo met me omgaan? Hij doet me naar buiten. Hij probeert me te duwen rechts als je naar buiten gaat van AK. Mm-hmm. Het was donker. Hij vraagt die man. Ik blijf correct, want ik ben dienstmaat. Ik zeg van, collega, commandant, als u dienst gaat doen, waarom doet u geen dienst voor die andere collega's hier? Waarom duwt u me naar die donkere hoek daar? Oké, dus duw me naar die hoek. Ik ga gewillig mee. En ik kreeg een vuistslag in mijn rechter ribbenkast. Ik zeg die man, ik ben gehandboeid, waarom slaat u mee? Mag ik weten hoe u heet? En op die vraag moet ik twee koppen incasseren, één rechts, één links. Ik lag nog eigenlijk, want toen heb ik die man, ik ben met handel, niet tenminste, ik neem me wat. En ik kreeg een derde klap. En hij zei dan, voer die man af, breng maar op bureau Flora. Gentle zegt dat hij op het politiebureau Flora niet de mogelijkheid heeft gehad om van zijn rechten gebruik te maken. Zo mocht hij niet even bellen. Hij zegt daarom dat hij niet weet wie zijn broer, hoofdinspecteur Sergio Gentle, op de hoogte heeft gesteld van het gebeuren. Voor nu wil hij zuivering van zijn naam en daarom heeft hij stappen ondernomen en een klacht ingediend bij de afdeling onderzoek personeelzaken van het KPS. Ik heb een afspraak gemaakt met de OPZ. En de enige stappen die ik kan ondernemen tegen een politieambtenaar, denk ik. En ik wil me dat ze mijn naam gaan rectificeren. Als ze zegt dat ze toen niet verhaal twee kanten. Ik ben bereid het verhaal aan te. Want ze betitelen me nu als een heel ander persoon. Ze willen mijn goede naam schaden. Ik ben straks, binnenkort moet ik voorgedragen worden. Of ik moet bevorderd worden. Of goed, ik moet een ander officier gaan worden. Dan kan je me niet zo in dat als ik nu beoordeeld moet worden. Wat doe je met mijn goede naam? Ik lees al die berichten in de pers. Ik doe dat met zelfsmelten worden met niemand informatie. Niemand heeft me gebeld om aan het verhaal te horen. Maar dat midden in de pers. Dat was Dwight Gentle, hoofd brandweerwacht. Hij zegt dat dit een duidelijk voorbeeld is van hoe de politie omgaat met burgers. Het is volgens hem deze keer anders uitgepakt, omdat hij ook ambtenaar is en zijn broer hoofdinspecteur van politie. Ook geeft hij aan dat er in eerdere berichten is aangegeven dat de plek waar hij zich bevond op die avond wordt aangemerkt als een drugshol. Dwight Gentle geeft aan dat er nooit een drugsinval daar is gepleegd. Dus berust die informatie volgens hem niet op waarheid.